Yo kijkers, ik snel, mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug met de nieuwe Manchester United Career Mode aflevering. En dit is een andere aflevering dan normaal, want dit is geen live commentary. Nee, dit is een achteraf aflevering. We gaan een aantal wedstrijden spelen tot aan West Ham. En we gaan een aantal wedstrijden simuleren. En er gaat ook nog hele leuke dingen gebeuren in deze aflevering. Dat kan ik jullie alvast zeggen. Want we hebben natuurlijk echt een super groot talent in het jeugdteam zitten. Die gaan we ook promoveren op een gegeven moment. En dan gaan we kijken hoe hoog die kan worden. En hij gaat sowieso zijn debuut maken, want hebben jullie al een titel gezien. Dus we spelen dus een aantal spannende, leuke wedstrijden. Hopelijk kunnen wij dit seizoen de Champions League bereiken. Misschien kunnen we zelfs hoger eindigen, want de concurrenten laten aardig wat punten liggen. Wij nog niet echt. Hier krijgen wij in de 15e minuut, na een kwartier spelen, dus een penalty. Cristiano Ronaldo achter de bal. We gaan het Panenka doen. En die is rustig in het midden. Patricio duikt de verkeerde hoek op. De verkeerde kant op. En we staan 0-1 voor. En Ronaldo doet natuurlijk de celebration van Ronaldo dat we gewend zijn. Dus, we staan dus weer lekker voor. Een prima penalty van Ronaldo in Panenka. Je moet het maar durven. Want ja, stel het gaat mis, dan ben je gewoon de lul. Zoals je hier ziet. Wolverhampton was een aanval. Wij kunnen hier op de counter met een beetje geluk. Hier is Wilfried Zaha. De invaller geeft hem aan Donjel Malen. Donjel Malen kat hem af. Geeft hem aan Mason Greenwood. Greenwood aan Zaha. Zaha geeft hem terug aan Donjel Malen. En Malen kap naar binnen. Legt hem terug. En Zaha weet hem niet te scoren. Maar Maddison in de rebound. En ze staan met 0-2 voor tegen de Wolves. Dankzij James Maddison. De man die dus in vorm is. Tegen Chelsea was hij ook als een beest aan het spelen. De vorige wedstrijd ook. En nu gewoon weer. Wat een speler is dat. Wat een aankoop. James Maddison is hier weer belangrijk. Hij staat toevallig op de goede plek. Goed voorbereid werk van Greenwood en Zaha. En zo winnen wij deze wedstrijd met 0-2. Een prima uitslag. Een prima overwinning op de Wolves. En we staan dus 3 punten erbij. Dus we krijgen dus weer 3 punten erbij. Een zwaar bevochten wedstrijd. Want het was een best wel lastige wedstrijd. Hier zien jullie even snel de interviews. Dan gaan we even snel doorheen. Dus jullie kunnen even zelf pauze zetten als jullie willen lezen. Of niet. Maar ik vond het toch wel belangrijk om even snel te laten zien. Dat je een beetje weet wat ik zeg. Hoe het team moreel is en dat soort dingen. Hier een simulatiewedstrijd met het basisteam tegen Crystal Palace. Deze winnen we met 2-0. Dankzij het doel van Ruben Neves en Wilfried Zaha. Ook Malen is nog ingevallen. Heeft helaas niet doel op tweede score hier met het onder 23 team. Tegen Sunderland winnen we met 2-0. Dus dat is ook helemaal prima. Ik heb dus een onder 23 team gemaakt. En een wisselteam heb ik dus gemaakt. Die gaan jullie later deze aflevering ook nog te zien krijgen. Wij staan de eerste. En ja, we moeten dus tegen Southampton. Die staan zesde. Dit gaat een zware pot worden. Want Southampton is in vorm. Wij zijn in vorm. We hebben natuurlijk Cristiano Ronaldo die het team echt leidt naar de top op dit moment. Die echt in vorm is. Ook al heeft hij geen doelpunt, geen assist. Hij is toch belangrijk met alles wat hij doet. Met het mee terugkomen, met het bal veroveren, met het druk zetten. Met alles. En hier is onze opstelling. Niet echt een verrassende opstelling. Het is gewoon de standopstelling. Alleen James staat dus een keer links buiten. Ik dacht, ja, is ook een talent natuurlijk. Die willen we ook een keer gebruiken. Maar we komen al gauw 1-0 achter. Na 23 minuten Nathan Redmond mag zo overal langs rennen. En weet dus een doelpunt te scoren. Zo staan we achter tegen Southampton. En dit mag niet gebeuren, want wat is dit verdedigend heel slecht opgelost voor mij. Wat was ik hier aan het doen? Niemand weet het, maar het was in ieder geval niet best. Dat is wel één ding dat we weten. Dus ja, moest kijken, ik kan er zo doorheen lopen. Staan 5 man te kijken waar hij heen gaat. En dan weet hem te prikken. Ze staan achter, dus ze moeten zien terugkomen naar achterstand. En hier, het is net voor rust. Ruben Neves geeft de bal aan Maddison. Maddison is niet de snelste, Vester gaat ook niet. Maddison is toch wel iets sneller, kapt af, trekt naar binnen. Heerlijk. Doelpunt 1-1 net voor rust. James Maddison die weer als een gek belangrijk is. Wat een beest jongens. Ik zei het net ook al. Dit doelpunt met een heerlijke actie. Een heerlijk doelpunt van Maddison. En zo is hij toch echt weer ja, heel erg belangrijk. Moest kijken, hij loopt hij weg. Kapt af. Kapt nog een keer af. Doet een beetje achterstand mee dingen. En dat soort dingen ja. En jullie gaan het zien. Het debuut van José Enrique. Gaat dus vandaag zijn debuut maken. José Enrique, 17 jaar. Heeft niet de beste stats. Maar op zich zijn hij is zeker niet verkeerd. Hij heeft hoog normal. Dus prima CAM. Hier is Maddison weer. Geeft hem aan José Enrique. Die kan meteen een assist leveren. En dat doet hij ook op Cristiano Ronaldo. Wat een debuut. Nu al een assist op de grote man. De grote man van dit team. Cristiano Ronaldo. En zo staan we 2-1 voor. Dankzij natuurlijk
Een heerlijke assist van José Enrique. En hier is hij weer aan de bal. We gaan aanval opzetten. Hij rent er langs. Hij is natuurlijk niet de snelste, dat weten we. Dus we moeten een beetje oppassen. Hier op Ronaldo. Enrique wint met snelheid net van Danso. Geen idee hoe dit kon. En ja, na een assist op Cristiano Ronaldo scoort hij hier zelf op aangeven van Cristiano Ronaldo. Dus heeft hij een doelpunt en assist in zijn debuut. De 17-jarige jongen, het 17-jarige talent, José Enrique. Wat een debuut. Wat een debuut van José Enrique. En ja, we staan nu 3-1 voor. We kunnen het gewoon bijna niet meer weggeven. Want verdediging staan wel sterk na dat ene foutje in de eerste tegengoal. Maar ja, wat een beest dit. Ik heb echt zoveel zin om hem vaker te gaan gebruiken in het team. Want wat een beest is dit. Hier de laatste paar minuten kunnen we een aanval opzetten. Weer Enrique, die dus belangrijk is. Die hier weer de bal krijgt. Geeft hem mee aan Chong. Tahit Chong. Die geeft hem af aan Wilfried Zaha. En die scoort ook 1-4. Chong dus, die ik had ingebracht, heeft dus ook een assist op Wilfried Zaha. Die toch als supersub bijna elke wedstrijd weet te scoren. Dus dat is echt geweldig. Een geweldige aanval. We hebben echt een geweldig team opgebouwd. En hopelijk kunnen wij dat voortzetten. Want ja, ik ben echt deze krimpt met dit team. Ik vind het echt leuk. Ik had verwacht, ja, het is een beetje, weet je wel, zo'n Juventus krimpt van vorig jaar. Waar ik half zin in heb, half niet. Maar dit vind ik echt een geweldige career mode. Maar dat komt ook echt puur door het middenveld dat we hebben, door de spelers dat we hebben. We hebben niet echt onrealistische aankopen gedaan. We hebben niet meteen topspelers gehad, nee. Buiten Cristiano Ronaldo hebben we dan Jan Oblak hebben gehaald. Skriniar, op zich best realistisch vind ik, Skriniar. En hebben we dus Madison hebben gehaald. We hebben Rijs gehaald, we hebben Ruben Neves gehaald. En Tagliafico, dat vind ik echt superleuke aankopen. Niet meteen de beste, maar het middenveld staat op dit moment wel als een blok. En hier zien jullie ons wisselteam. Dit is dus het wisselteam. Ik heb dus Van Heusden gekocht. Heb ik even buiten de opname gedaan, want we hadden even een centerback nodig. Want Bahia had ik verkocht. En ik dacht, ja, Van Heusden, Belgische 74 rating, 20 jaar of 19 jaar. Ik dacht, ja, prima, die kunnen we lekker in het team brengen, het wisselteam. Zit nog wat potentie in, dus dat is allemaal uitstekend als je het aan mij vraagt. Zoals je hier ziet, West Ham United tegen Manchester United. Dus weer een lastige wedstrijd, want West Ham staat er als het goed is. Ik weet het niet zeker meer, maar die staat er heel goed voor. Dat dacht ik in ieder geval, uit mijn ervaring. Dit is het team van West Ham. We zien een verrassende naam. Ja, we zien Fred op het middenveld staan. Onze ex-Manchester United-speler, die in het echt bij Manchester United eigenlijk niet echt presteert. Gewoon echt gewoon slecht is eigenlijk. En dit is ons middenveld. Jullie zien het. José Enrique krijgt dus de kans op de CAM-positie. Hier is Cristiano Ronaldo weg. En als Cristiano Ronaldo los is, dan weten we, het is een doelpunt. We komen maar gauw voor. Cristiano Ronaldo en Enrique. Dit is toch een mooi beeld, jongens. Dit is toch een mooi beeld. Het grote talent samen met de beste speler van de wereld. Misschien wel Cristiano Ronaldo. Doen samen de Cristiano Ronaldo Celebration. Dat is super mooi voor die jongen. Ik hoop echt dat dit de nieuwe sterspeler wordt. Ik heb hem in de training gezet. Ik ga hem vaker gebruiken. Hij wordt de ster van de career mode. Tenminste, dat is de bedoeling. En hier is de 84ste minuut. José Enrique geeft de bal aan Donjal Malen. Als Donjal Malen deze weet af te maken, heeft Enrique weer een assist erbij. En heeft hij dus al 3 of 4 assists op zijn naam staan in 2 wedstrijden. Ja, hij scoort. Dus weer een assist op zijn naam. Dat is de 2e assist in deze wedstrijd. Volgens mij, ik weet niet zeker. Maar hij heeft in ieder geval nu 1 doelpunt en 4 assisten. Want dat is echt geweldig. 2 wedstrijden gespeeld en heb je bij 5 doelpunten direct betrokken geweest. Je moet het maar kunnen. En dan nog bij United ook tegen gewoon topteams waar je tegen speelt. Is echt geweldig. Donjal Malen ook dikke props naar hem. Een prima doelpunt. En dat is toch ook echt een goede aankoop geweest. Ik vond het wel realistisch aangezien Van Persie. We hebben gehad bij United. We hebben Van Nistelrooy gehad als spitsen, Nederlandse spitsen. Dus ja, dat is wel vet dat we dan nu weer een nieuwe Nederlandse lichting hebben in Donjal Malen. Dus ja, op zich best goed. We winnen dus weer met 2-0 Donjal Malen en Cristiano Ronaldo die het doen. En ja, José Enrique, man of the match. Nee. Ik vind, denk ik, Cristiano Ronaldo was denk ik wel man of the match deze wedstrijd. Vorige wedstrijd was sowieso wel José Enrique, dus dat is wel leuk voor die jongen. Maar ja, de volgende aflevering gaan jullie, is weer live commentaar, gaan jullie weer veel van José Enrique zien. Jullie gaan veel van het middenveld zien. Want ik ga echt veel op het middenveld. Die ga ik vaak in de aflevering laten zien vanaf nu. Waarom? Het is heel raar dat ik het zeg. Maar dit middenveld is misschien wel het beste middenveld. Dat ik in alle FIFA tijden heb gebruikt. Het speelt echt goed samen met een behendige Madison. Een Rice die dan verdedigend echt sterk staat. En natuurlijk een Neves die eigenlijk alles kan. Echt een beest. En dan hebben we nog McTominay die ik dan af en toe als de kans geef op het middenveld. Die erbij uit hebben. José Enrique nu als ja, die achter Madison staat, zeg maar. Dus we hebben echt een hele goede lichting op dit moment op het middenveld.
Qua rating zijn ze natuurlijk nog niet de beste. Maar qua spel zijn ze zo ontzettend goed. En ja, ik kijk er echt naar uit om veel wedstrijden te gaan spelen met het team. En ik ben benieuwd hoe we over 3 seizoenen ervoor staan. Hoe het middenveld ervoor staat. Of het nog steeds hetzelfde is. Of dat José Henrique de Baas heeft weten te veroveren. Of McTominay. Of iemand anders misschien wel uit het niets. Je weet natuurlijk niet. Dus ik ben heel benieuwd naar door. Dus ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Laat een like achter. Abonneer als je nieuw bent. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk weer met een nieuwe Manchester United Career Mode. Later mensen. Morgen komt trouwens geen video. Want ik heb het even druk. Moet ik even toetsen op school. En dan heb ik weer een week vrij. Dus dan kan ik weer video's gaan maken. In ieder geval later.